Ik ben op de Kooborkerij Greutwen. Ik vond de schiep en de hinders machtig, alleen had ik hier niks met de kei. De goede boer wie een kooboer en dat wie ik absoluut net. Later is eigenlijk de borkerij net mooi gewoon in de ruilverkabeling, dus wie ik net meer onttrekkelijk om als kooborkerij te broeken. En in 2005 hebben wij moeren om, maar eigenlijk net om de kei terug te zetten, maar om er eigenlijk een oren draai om de borkerij te gaan. Wij hebben zelf hinders en huifkarren bij de mensen zaten naartoe om in kennen. Is mooi. Ik ben mooi. Lietse Mierskip heeft voor- en nadelen. Oostrent is toch een van de rustigste dorpen. En dat kist als nadeel zien. Ik zeg het altijd een voordeel, want de drukte dat die metslaan en de weer squallen. En de squallen daar ik een hekel aan. Dus dan kist even naar de rust. Vroeger waren het eigenlijk al je boeren die dus al je strijden om het land. Want een stukje land erbij, dat we een stukje extra inkomen. Tegenwoordig leeft het grootste gedeelte van het toerisme. Dat men dus nu ook een beetje tot besef komt van we hebben eigenlijk goud hier in handen. En dat we richting de duurzaamheid wel goed moeten gearwerken. Ik denk altijd dat het een van de belangrijkste dingen is hier in ons dorp. We willen nu onderwijs naar de bosplaat. Mijn huidbroek dat vooral uit vroeger voor de melkvee. Wij gaan altijd mooi erin in de boot zien, omdat toen weet ik dat hier dat er een soort vis in de waterzee zit. Dus dan namen we de botwand of de botline mooi voekenletter. En dan gaan wij de vis zien om mijn huid rond het werk weer. Ik denk wel dat de functie van het landschap produceren in de vroor is. Vroeger werd eigenlijk heel duidelijk dat is natuur en dat is de landbouw. Maar tegenwoordig is eigenlijk de landbouw is ook een meerwaarde, vooral voor het toerisme. En de natuur heeft eigenlijk een stukje beleving erbij gekregen. Dus het is niet meer van al hier afsluiten. Maar het is ook al hier toegankelijk. Iedereen mag erheen gaan, maar respect voor de natuur. Want eigenlijk het alles maar met te maken zien. Wij kunnen hier een bedrog draaien horen, omdat wij van meerdere dingen profiteren. En dat is dus net alleen met de landbouw, maar ook van toerisme. En het toerisme komt hier weer omdat het al hier leeft. Dus het is eigenlijk al hier dynamisch, het weer met de natuur te maken zien. Als het al hier statisch is, dan is er geen afwisseling. En ja, ik denk dat juist het leuke ervan is om daarin een gulden middenweg te vinden. De begraafgebieden zijn eigenlijk een stukje extra meerwaarde voor de beest, maar ik voor ons eigen bedrijf. Omdat wij eigenlijk onze hinders willen hebben, zaten ze vroeger ook in de natuur mooi binnen. Dus eigenlijk een rangorde in de winter boeten. En als ze in de winter boeten hebben, maar ze wel droge plakjes hebben. En dan is natuurlijk vooral de begrazing in de dun is een extra meerwaarde. Want ze gaan het hele winter eigenlijk duntje op, duntje af. En dan blozen ze goed in conditie. Ze rennen droog. En dan werken ze wel mooi met een stukje dwars om iets. Want het is eigenlijk toch een stukje schimmeltje van de natuur. Die door de mensen eigenlijk verzuurt. Het strand, een stukje vrijheid. Het jouw dat stukje extra wat de Schelling heeft. Die oneindige vlakte. En ik vind het super. Waar een oorval die sperven nodig heeft, kunnen wij onze rust hier vinden. En als nou eens in die dienst is een soort van je krijgt een miljoen, dan neem ik die bedrijf, dan was het ook naar het restaurant. Ik denk net dat vrijheid te kepen is. Dus die miljoen is een gekko-stekker.